Ja, heel hartelijk welkom bij weer een nieuwe uitzending van Oude Westen TV, waarin we deze week natuurlijk weer diverse items voorbij gaan zien komen. Ga er lekker voor zitten en heel veel kijkplezier allemaal. Mijn naam is Dave, jullie host voor vandaag. Ik heet jullie van harte welkom bij ons openingsfeest van de Jeugdbiep. En nu op een nieuwe locatie, doordeweekse dag in de Nieuwe Gaffel. We hebben een fantastische opkomst. Ik zie een hoop bekende gezichten, ook onbekende gezichten. Maar of je nou kind, tiener, ouder, iemand uit de wijk, iemand die van lezen houdt of niet. Jullie zijn allemaal welkom. We hebben vandaag van 2 tot 3:30 veel gepland staan. Er worden lekker hapjes gemaakt door kinderen uit de wijk. We hebben danseressen, muziek en een bijzondere gast die ik straks ga aankondigen. En natuurlijk een kans om een kijkje te nemen in onze mooie nieuwe jeugdpiek. Hoe zijn de buitenkantsvingers? Heel goed, je duim en je middelvinger doe je op elkaar. En dan gaan we onze duim in een taart doen. Je hebt een hele grote taart voor je. Doe maar alsof er een hele grote taart voor je ligt. En in die taart zet je je duim. Heel goed. En dan ga je heel erg stiekem, zonder dat iemand het ziet, ga je de slagroom ervan afhalen. En die doe je dan richting je mond. En dan deel je met de rest. En dit is de handbeweging van buikdansers. Duim in de taart. En dan gaat hij opzij. Je duwt de slagroom opzij. Dan doe je het in je mond. En dan deel je het met de rest. Dus 1, 2 en 3. Onze jeugd, je mag het zo meteen van binnen allemaal zien. Wij zijn heel erg vereerd dat u wilde komen. U bent aangekondigd als mystery guest. Dus bij deze voor iedereen, dit is wethouder Kasper. Dat we heel blij zijn dat we hier in de Nieuwe Gaffel mogen bivakeren. Dat we 2 jaar met heel erg veel plezier in het gebouw van de actiegroep hebben gezeten. Wil ik toch een aantal mensen bedanken die het mogelijk hebben gemaakt dat hier is. En dan wil ik in de eerste plaats Joker enorm bedanken. Die houdt daar niet van, dat snap ik. Maar zij heeft het initiatief genomen vanuit de leeszaal om de jeugd te besluiten. Omdat de bibliotheek hier uit de wijk was. En we hebben nog meer mensen zoals Marieke die de posters maakt. De letters die gemaakt zijn. Alle vrijwilligers en de mensen van de gaffel die ons verwelkomd hebben. Met een Betty en een Laurien. Het is echt heel fijn om hier te zijn. Er zijn heel veel kinderen lid geworden. En die inspireren ons enorm met het ideeën aandragen. En de boeken die... Dus ik wil een hoeraatje voor de kinderen. Wat is dat, een wethouder? Ja, dankjewel. Voordat ik inga op jouw antwoord, wil ik toch even heel snel gebruik maken van de mogelijkheid. Ook namens de gemeente Rotterdam, alle vrijwilligers die zich hier met hart en ziel voor inzetten, dag in dag uit, van het grond van mijn hart bedanken. Voor alle vrijwillige inzetten die plegen, iedereen die dit mogelijk heeft gemaakt. Ik vind het heel belangrijk om daar even bij stil te staan. Oud
outsider art. Het klinkt voor sommigen misschien als een hele onbekende kunstvorm. En we proberen er vandaag een beetje achter te komen bij Gallery Atelier Herenplaats. Wat deze kunstvorm nu eigenlijk inhoudt. Vandaag zijn we bij Sin Fronteras, oftewel outsider art uit Mexico. We hebben een initiatief, La Pureza del Art, de puurheid van de kunst, zijn 5 jaar geleden gestart. Daar moeten we wat mee in Mexico. Nou ja, zo is het onderzoek gestart naar outsider art of art de outsider of art brut. Weet je, elk land heeft ook weer zijn eigen term. En wij zijn vooral gaan werken in Mexico. Nou, dat was er dus bijna niet. Dus wij gingen veel, uiteindelijk gingen we naar gevangenissen, naar psychiatrieën, naar eigenlijk allemaal excluded communities op de straat. Mensen met een drugsproblematiek, dak- en thuislozen, naar allemaal communities. Om maar te vergaren van oké, als het die ingang, die, eigenlijk die systemen die wij niet, Nederland niet kennen, niet hier werken, hoe dan wel? Dus heel erg het veld in. Nou ja, en zo hebben we eigenlijk elk jaar hebben wij projecten gedaan die of heel specifiek waren op thematieken die gelinkt waren aan outsider art. Of wat je ziet in het concept outsider art. Bepaalde thema's zijn bijvoorbeeld prominent ter aanwezig. Seksualiteit bijvoorbeeld, maar ook religie. Dus wij zijn ons daarop gaan focussen. Maar ook heel erg vanuit een onderzoekende benadering van ja, wat betekent dat eigenlijk? Wat betekent outsider art in een andere culturele context? En is het niet een heel westers concept? En zo is dat zich verder gaan ontwikkelen. En inmiddels hebben we een team achter ons, eigenlijk allemaal gepassioneerden. Want we doen het eigenlijk allemaal liefdeswerk. Erandi Avalos, curator. Fanny Velasquez, die eigenlijk altijd een soort van mijn rechterhand is. En Josafat Perez, een onderzoeker. En Lia Beinsdorp dus, die eigenlijk heel erg betrokken is bij de internationale contacten en de financiële constructie. En eigenlijk elk jaar doen we dingen om vooral in eerste instantie in Mexico meer zichtbaarheid te geven aan outsider art en de kunstenaars te promoten. Nou, inmiddels hebben we 30 kunstenaars die we een platform bieden en die we op onze manier ondersteunen als het kan met materiaal, maar ook gewoon door er naartoe te gaan, te praten en hun zeker ook zichtbaarheid te geven, hun werk zichtbaarheid te geven. Wat ik hier mooi aan vind is dat het vrij rauw expressief is en heel direct gemaakt en dat spreekt me ook erg aan, dat het dicht uit het hart direct van de maker komt. Zou je dus kunnen stellen dat deze vorm van kunst voor iedereen toegankelijk is? Ik denk dat het wel een stuk toegankelijker is dan veel moderne beeldende kunst. Die veel ingewikkelder theoretische achtergronden heeft. Ja. Het kunnen mensen zijn die visioenen hebben. Mensen die super religieus zijn en een bepaalde verbinding met God hebben. En visioenen hebben of dromen hebben. Toen wij de expositie deden afgelopen jaar, begin dit jaar, met Fanny Velasquez over religie, spiritualiteit en outsider art, kwamen wij in gemeenschappen terecht die alleen maar de dood aanbidden, waar overal skeletten hangen. Creëerde gewoon omdat het de noodzaak had vanuit binnenuit om te creëren en niet binnen die kaders paste. We zijn de hele tijd aan het zoeken naar de begrenzing, maar eigenlijk in de outsider art bestaat die helemaal niet zo. En zeker niet vanuit de Mexicaanse context. Omdat je daar met veel andere fricties, obstakels of te maken hebt. Iemand mag niet creëren omdat hij religieus is bijvoorbeeld. Of iemand heeft niet het geld om überhaupt wat te maken. Dus het komt op bakpapier te staan of de achterkant van een schoen en dergelijke. Maar het moet wel, het moet eruit. Het is zo'n eigenlijk... misschien is dat moeilijk te bepalen, maar het is eigenlijk hetzelfde als eten of drinken. Het is een impuls die eruit moet om jezelf een plek te geven of jezelf te ervaren of te verhouden tot je omgeving of tot jezelf. Kijk eens. We'll be right back.
missen niemand, hè? Oké. Nou, dan gaan we rijden. Ja, mondkapje moet wel in de bus. Emilia! Een hele goedemiddag. Welkom in deze bus van Jojo Tours. Mijn naam is Dennis. Ik mag jullie naar Hoek van Holland rijden. Het is maar een klein half uurtje rijden. Dus alsjeblieft geen eten en drinken in de bus, alsjeblieft. De fietsen. Nee. Oké. We gaan hier rond. Welkom in Hoek van Holland. We zijn hier op een best wel heel bijzonder stukje. Jullie zijn daar net over die weg gereden. Dat was vroeger de boulevard, zoals de boulevard in Scheveningen bijvoorbeeld. En direct daarachter was de zee. Dus waar wij nu lopen, was 50 jaar geleden nog gewoon zee. En ze hebben vanwege de havens allemaal zand gestort hier. En dat zand gewoon laten liggen. En er is nooit wat gebeurd. En op dat zand is eigenlijk een van de meest bijzondere natuurgebieden van Nederland ontstaan. En dat heette Van Dixhoorn Driehoek. En daar hebben jullie dus vanmiddag de gelegenheid om een toertje te doen. Met een hele goede gids. Dus je maakt een rondje met een gids. Wat kun je verder nog doen? Je kunt een broodje zeegroente maken met Caroline Zeevat. Je kunt bamboe bouwen. Een heel hoog bouwwerk gaan maken. Je kunt zeedier vissen met schepnetjes en zee. Het allerleukste is natuurlijk dat het strand er is en de zee. En daar mag je dus in. Maar alleen tot aan je knieën. Waarom niet dieper? Misschien hebben jullie gehoord, er zijn gevaarlijke stromingen. Er zijn surfers verdronken de afgelopen maanden. Mensen zijn echt gewoon naar buiten getrokken door de stroming. We willen niet dat iemand van jullie gewoon iets overkomt vandaag. Dat hebben hun nog niet gedaan. Jullie moeten straks vissen, zei hij. Hij is al geweest, die groep van nog. Ja, maar die zijn nog even bezig. Dat is wel een goed gevoel van mij. Ja, tot zover alweer de uitzending voor deze week. Maar niet getreurd. De volgende keer zijn we natuurlijk gewoon weer bij jullie terug. Bezoek ons via de website www.oudewesten.tv. En vergeet ons niet op social media te checken. Facebook, Twitter en Instagram. Bedankt voor het kijken en heel graag tot de volgende keer.